Goedenavond allemaal, welkom. Mijn naam is Jante Mosselman, ik ben redacteur hier in de Bali. En vanavond organiseer ik samen met het Harry Mulisch Huis in het kader van het Harry Mulisch Festival dit programma. En ik ga u zo meer vertellen over wat we vanavond precies gaan doen. Maar voordat ik dat doe, krijg ik het woord aan Johan Kuiper van het Harry Mulisch Huis. Ja, dank u wel. Dit is alweer de vijfde editie van het Harry Mulisch Huis. Welkom bij het laatste onderdeel daarvan. We hebben er een mooi weekend op zitten. Een mooi en inspirerend weekend ook voor ons allemaal. Ik wil van deze gelegenheid ook gewoon even gebruik maken om een aantal instellingen en mensen te bedanken. Ten eerste allereerst alle vrijwilligers die ons geholpen hebben. Alle schrijvers die opgetreden hebben, gisteren en vandaag. En dat zijn een aantal instellingen die ik op dank. Het Literatuurmuseum in Den Haag, de gemeente Amsterdam, Vondel CS, Stichting Nieuwe Letteren, waar ik ook mensen van zag zitten. Hotel Americain, de bezige bij. En ook vooral de Bali voor dit mooie programma. Het zit in een prachtige volle zaal. Als u er nou nog steeds geen genoeg van kunt krijgen van Harry Mulisch en alles wat daarmee samenhangt, vannacht tussen 2 en 4 is er op Radio 1 nog een radio-uitzending. Wordt er 2 uur lang rondgedwaald door de werkkamer van Harry Mulisch. Daar kunt u nog naar luisteren voor degenen die de slaap niet kunnen vatten. Ik wens u in ieder geval heel veel plezier en ik hoop een inspirerende en interessante avond. Jante. Ja. We vonden vanavond een mooie gelegenheid om eens wat langer te praten over een onderwerp wat Harry Mulisch erg interesseerde, het kwaad. En dat doen we aan de hand van zijn werk, de zaak 4061, maar ook aan de hand van het werk van Hannah Arendt en Abel Hertzberg. Hoe ziet deze avond eruit? Abraham de Zwaan zal zo eerst een inleiding geven. Vervolgens stel ik hem een paar vragen. Botaris Kane en Miriam Rasch hebben allebei een fragment uitgekozen. En zij lezen dat fragment aan u voor en vertellen daar iets over. Daarna gaan we in gesprek. En aan het einde van dat gesprek heeft u ook de kans om een vraag te stellen. U bent publiek dat op een zondagavond naar een avond over het kwaad en Hertzberg en Mulisch en Arendt komt. Dus ik denk niet dat ik u hoef uit te leggen wat een vraag is. Als u die vraag dan stelt, doe dat alsjeblieft in de microfoon. Niet omdat uw buren u niet kunnen verstaan, maar we hebben vanavond een livestream. Dat was het eigenlijk. Dan kondig ik graag onze eerste spreker aan. Dat is Abraham de Zwaan. Hij is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is socioloog. In 2014 ontving hij de PC Hoofdprijs voor zijn hele oeuvre. In 2008 ontving hij die PC Hoofdprijs. En in 2014 schreef hij Compartimenten van de Vernietiging over genocidale regimes en hun daders. En hij plaatst hierbij onder andere kritische noten bij Arendts banaliteit van het kwaad. En het beroemde Milgram-experiment. Geef hem een warm applaus. Hooggeëerd publiek, om maar eens met een genderneutrale aanhef te beginnen. Het doet me bijzonder veel plezier om op dit Harry Mulisch Festival te mogen spreken. Tijdens zijn leven was er een permanent Harry Mulisch Festival hier op het Leidseplein, op een spuugafstand van zijn huis en zijn favoriete hangouts. En nu zo af en toe hebben we dat festival weer. Want ik weet niet helemaal waarom, maar bij Harry Mulisch bekruipt me toch altijd een zekere vrolijkheid. Er was iets opgewekt aan hem, ook al hield hij zich met hele serieuze en vaak bijzonder tragische zaken bezig. En bovendien, ik heb zo enorm veel geleerd van Harry. Ik heb vele jaren lang maandelijks met de gidsredactie waarvan hij deel uitmaakte gedineerd. En dan leerde ik het verschil tussen, weet je dat niet, hoe een fles Bordeaux eruit ziet en een fles Bourgogne. En ik begreep dat het hoog tijd werd dat ik van mijn ex-communistische, immateriële afschuw van het consumentisme af zou stappen. En ook zou leren verschillen tussen de allerlei wijnen te herkennen. Want dat kon Harry ook. Maar ik heb veel meer van hem geleerd. Hij is de meester aan wie ik
zijn mooie stijl ontleende om een heel onbescheiden citaat. Herkent iemand het? Tu sei il maestro del quale io tolsi il mio bello stilo. Dante over Virgilius. Maar dat is geheel in stijl van de man die wij vanavond eren. Je moet het niet klein houden. Je moet het wijds opzetten. Maar we hebben het vandaag over misschien wel een van zijn meest problematische boeken. Een heel persoonlijk boek. Ik heb het weer eens herlezen. Eichmann, de zaak 4061. En hij is daar heel nadrukkelijk als ik-figuur, als reporter, als weekverslaggever van Elsevier. Hij zegt, ik laat het dagelijks nieuws achterwege, dat staat in de kranten, maar ik geef een overzicht. En hij vertelt van dat proces waarbij hij zeer betrokken is. Hij gaat ook naar Warschau, hij gaat naar Auschwitz, hij gaat naar Berlijn. Om zich op de hoogte te stellen in te leven in wat daar allemaal gebeurd is voor zover mogelijk. Zoals gezegd, Harry Mulisch hield van een dramatische presentatie. Ik ben de Tweede Wereldoorlog, zei hij niet helemaal zonder recht. Want hij was natuurlijk de zoon van een Joodse moeder en een Duitse vader. Die in het Duitse officier, een Weermacht, zat hij geloof ik bij. En had een hele dubieuze functie. En in die spanning groeide hij op en daarin leefde hij, al was het volkomen duidelijk aan welke kant hij stond. Maar zoiets is nooit probleemloos. En ook de tocht naar Jeruzalem of all places, waar hij ons er ook even aan herinnert dat 2000 jaar eerder daar iemand anders ook terecht stond. Dat heeft voor hem zelf heel veel betekend. En dan wordt het een zoektocht, hè, hoe zoiets mogelijk is. De discrepantie tussen dat mannetje of die man die daar in die glazen kooi zit. En de ongelooflijke vernietiging, het pijloze verdriet, leed. Wat mede door die Eichmann is aangericht. En die discrepantie tussen dat gigantische kwaad en zo'n clown, zei Hannah Arendt op gegeven moment over hem. En ook Harry Mulisch beschrijft episodes van grote hilariteit in de rechtszaal, omdat die eigenlijk ook een beetje belachelijk was. Maar het lachen vergaat je uiteraard. Ik noemde haar al Hannah Arendt, die was ook aanwezig bij dat proces en schreef ook voor een tijdschrift, voor de New Yorker. Stukken die wereldberoemd zijn geworden en die tot op de dag van vandaag ons bezighouden. Met name vanwege de ondertitel van haar Eichmann in Jerusalem, The Banality of Evil. De banaliteit van het kwaad. Dat blijft een buitengewoon schokkende titel. Kijk, als het zou gaan over winkeldiefstallen, Allah. Maar dat kwaad is de Shoah, de Holocaust. En dat is misschien toch wel een van de grootste of onvergelijkelijk grote misdaad die is aangericht. En dat woord banaal, als je het opzoekt in het woordenboek, betekent te gewoontjes, te alledaags om interessant te zijn. Nou kun je echt alles zeggen over de Holocaust wat je wil, maar je kunt niet zeggen dat het te gewoontjes is om interessant te zijn. Wat betekent dan die uitspraak? Om te beginnen, ik denk dat Hannah Arendt, ze is er pas op een laat stadium op gekomen. Ze heeft het gekozen als ondertitel, en het werd al gauw de titel van haar boek. En misschien was het beter geweest als ze daar niet altijd aan was herinnerd en niet altijd aan was blijven haken. Want het heeft heel veel misverstand gewekt. En ten lange leste, 50, 55 jaar later, weten we eigenlijk toch niet goed wat ze bedoelt. Maar laten we eens kijken, er zijn een paar elementen die duidelijk zijn.
een van haar ideeën als ze naar Jeruzalem toe gaat, dan schrijft ze ook aan haar vriendin Mary McCarthy: ik verheug me om te gaan. En waarom? Ze verheugt zich omdat ze een groot historisch, sociologisch, politicologisch werk geschreven heeft, dat inderdaad nog altijd een classic is, On Totalitarianism, over het totalitarisme. En daar probeert ze in onder één noemer nazi- en communistische regimes, Mao, Stalin, Hitler, onder één noemer te vatten. Dus de studenten in de jaren 50, 60 waren woedend op haar, de linkse studenten, want het was een poging om op één noemer die twee tegenstellingen samen te brengen. Maar ik vrees dat ze daar toch in allerlei opzichten gelijk aan had. En waarom verheugde ze zich nu op de confrontatie met Eichmann? Omdat ze haar totalitarian man zou ontmoeten. De kleine rader in de grote machine van de totalitaire bureaucratie, die zijn werk doet, die zijn taak verricht, ongeacht wat daarvan de gevolgen zijn als loyale ambtenaar. Dat is haar visie op Eichmann en die stond eigenlijk al vast. En dat is in grote mate ook de visie van Müllers. Maar Müllers was toch wat persoonlijker betrokken, meer geïntrigeerd in de rariteiten van Eichmann. En je kunt niet op die ene noemer vatten in dat boek over de zaak 4061. En Hannah Arendt leest Müllers nadat ze haar eigen stukken heeft gepubliceerd in de New Yorker. Leest ze hem in Duitse vertaling en zegt over hem: ik heb het van Brodny, dus ik zit in mijn hoofd in het Frans. Hij was meer dan alle anderen geïnteresseerd in Eichmann als individu. En hij heeft daar hele goede impressies van gegeven, die eigenlijk heel goed overeenkomen of overlappen met mijn eigen ideeën. En dat is inderdaad, Eichmann is een onbeduidende schakel in dat grote nazi-bureaucratische geheel. Ik moet zeggen, dat is een buitengewoon problematische visie op Eichmann. En eigenlijk is die volledig achterhaald door de Eichmannologie, door Cesarani, een van zijn biografen, door Stagnet, die de grote boeken over hem geschreven heeft. En eerlijk gezegd, Hannah Arendt had dat kunnen weten. Want de Nederlandse SS'er Wim Sasse had een reeks interviews in Argentinië afgenomen met Eichmann, die zich daar heel veilig voelde, althans in die interviews, SS'ers onder elkaar, en had zitten opscheppen: het enige waar ik spijt van heb, is dat we ze niet allemaal te pakken gekregen hebben, die Joden. Of ik zal lachend in mijn graf springen bij de gedachte dat ik 6 of 8, ik ben het even kwijt, geloof 8 miljoen Joden heb vermoord. Nou, dat zijn toch niet helemaal uitspraken van een kleine, plichtsgetrouwe, gehoorzame, gedachteloze ambtenaar. Het zijn de uitspraken van een fanatieke, totaal radicale, niet aflatende, bloeddorstige jodenmoordenaar. En dat was hij. En dat is volkomen duidelijk. Het was ook een gehoorzame ambtenaar. En hij was samen met zijn advocaat, Servatius was dat, hè? Heeft hij een strategie ontwikkeld om zichzelf zo onbeduidend mogelijk voor te stellen. Maar hij valt regelmatig uit zijn rol, want op een gegeven moment is Hausner bezig en die zegt, die was maar een kleine rat, en dan roept hij opeens: aber dan was ik toch een trottel geweest, dan was ik een sukkel geweest. Dat kon ik even niet uitstaan, dat zijn rol zo gebagatelliseerde, viel uit zijn rol. Eichmann was niet de Eichmann die Hannah Arendt voorstelt. Ik neem er buitengewoon kwalijk
dat ze dat niet tijdig gezien heeft. Dat toen het onontkoombaar was dat ze ongelijk had met Aartjeman, dat ze dat geweigerd heeft te corrigeren. Ik vind dat voor een geleerde en voor een filosoof onvergeeflijk. Ik kies mijn woorden zorgvuldig. Maar er is geen twijfel aan dat wat zij beschrijft een soort gedachteloos maar blijven rondlopen in het spoor van een geweldig systeem, dat dat een heel belangrijk aspect is van de misdadigheid, van de grootschalige misdadigheid van die totalitaire regimes. Alleen Eichmann was niet het goede voorbeeld. Ze had de machinist moeten hebben op de trein van Westerbork naar Auschwitz. Ze had de bunkerbouwers, de gasleveranciers, de mensen die weigerden om de kartotheek van de Joden in het bevolkingsregister. Die mensen had ze moeten hebben. Al die kleine klootzakken die meegewerkt hebben aan die verschrikkelijke misdaad. Maar Eichmann was uit een ander hout gesneden. Ik heb even niet op de tijd gelet. Nog wel een minuut of vijf. Oké. Okay. Ja? Dus ze heeft aan een grote verwarring bijgedragen en ze heeft geweigerd dat te corrigeren. Maar ik denk dat er tegelijkertijd een heel groot gelijk steekt in haar beweringen. En dat geldt, hè, diezelfde ambivalentie geldt ook voor het boek van Harry Mulisch. Want daarin beschrijft hij eigenlijk ook voortdurend Eichmann als een kleine meeloper. Maar af en toe citeert hij toch uit de interviews die Eichmann tijdens zijn gevangenschap gaf aan zijn verhoorder. En daar komt soms een heel ander gezicht uit. Dus Mulisch realiseerde zich dat wel. Maar ook hij zat eigenlijk. Ik denk eigenlijk dat wat geldt als de grote originele bijdrage van Hannah Arendt en ook van Mulisch, hoorde in de tijd zelf. Zo zag men op dat moment en tot op de dag van vandaag die Duitse of die nazi-misdadigers. Ik herinner me, ik werd anti-autoritair opgevoed. Ik ben er langzamerhand een beetje overheen. maar dan marcheerden we door de kamer en dan riepen we: bevel is bevel. En daar bedoelden we mee dat je nooit bevelen moest oproepen. Dat is deel van de opvoeding. Dus die hele anti-autoritaire sfeer, dat was deel van de vroege jaren 60 en dat werd alleen maar sterker. Hoe kun je nu wel, naar mijn mening, kijken naar die daders? Om te beginnen, ik ben niet zo happy met de uitdrukking het kwaad. Ik vind dat een onmogelijke term. Waar is dat dan? Ik heb het idee dat je beter aan doet om te praten over de verschrikkelijke wandaden, misdaden, kwaadaardigheden die mensen andere mensen aandoen. Dan zit je meteen bij, dan heb je een zin met een onderwerp, heb je mensen die dingen doen, die dingen weigeren, die met elkaar verstrikt zijn in allerlei menselijke configuraties. Maar dat woord het kwaad komt natuurlijk uit onze verschrikkelijke erfenis. Het is een religieus woord. En het leent zich eigenlijk niet voor wereldse beschouwingen. En in die hele discussie over daders zit voortdurend onverwerkt religieuze gedachtes. En een van die gedachtes is dat het kwaad in ons allemaal, ook in u en ook in mij, steekt. Dat moet steeds herhaald worden. En onder uitzonderlijke omstandigheden zijn wij allen tot uitzonderlijk kwaad in staat. Ik wil het best geloven, dat zou wel eens kunnen, daar heb je het al, sommige mensen meer, sommige mensen minder. Dat is onreligieus. Religieus is, kent iemand hier misschien het Onze Vader. Het Onze Vader was een gebed dat een aantal malen per dag werd uitgesproken door mensen die zich daartoe geroepen worden. En daar komt de zin in voor: en verlos ons van de boze. Had iemand dat wel eens gehoord? En leid ons niet in verzoeking.
want u is de heerlijkheid en eeuwigheid tot de eeuwigheid, et cetera. Wacht eens even. Dus wij zijn mensen die in staat zijn tot alle kwaad en niet in staat tot enig goed, dat is de Duitse catechismus. En als wij met onze aanleg in verzoeking worden gebracht, dan gebeuren er verschrikkelijke dingen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde denkmodel als gewone mensen die onder ongewone omstandigheden in staat zijn tot uitzonderlijk kwaad. Dat is de vaste formule die je altijd tegenkomt. En dan volgt er altijd op, u en ik onder dezelfde omstandigheden zouden hetzelfde doen. Zou het echt, weet je waar we het over hebben, wat voor soort kwaad dat is? Je kunt je absoluut niet voorstellen dat je dat zou doen. Ik ga er niet verder op in, ik laat het even open. Om nog even de enorme retorische kracht hiervan te zien. Ik zag laatst een boek dat ging over. Het achternichtje van Göring schreef een boek over Göring. Daar bleef van die oud oom niets over, dat was een hele slechte man. Behalve dat op de eerste pagina een citaat stond, ik meen dat het van Primo Levi was. Als ik in zijn schoenen had gestaan, had ik hetzelfde gedaan. Als Göring. Stel je voor een biografie over Churchill. Op de voorpagina staat, als ik in zijn schoenen had gestaan, had ik hetzelfde gedaan als Churchill. Of wacht eens even, over Harry Mulisch. Harry Mulisch is een hele gewone man die in uitzonderlijke omstandigheden een uitzonderlijk geniaal oeuvre heeft geschreven. U en ik onder dezelfde omstandigheden zouden hetzelfde uitzonderlijke oeuvre. Geloof je dat? Nee, dat is onzin. Laat ik dan in drie zinnen proberen te zeggen wat ik denk dat wel een zinnige aanpak is. Om te beginnen, besef, en daar herinneren al deze uitspraken aan, dat je in gegeven omstandigheden heel veel ergere dingen zou kunnen doen en gênantere dingen dan je ooit kunt voorstellen. Dat is een heel verstandig vermaan, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ten tweede, kijk naar mensen als vol tegenstellingen, als gelaagd. Dus vol tegenstellingen met gelaagde gevoelens, zich niet altijd beseffend wat ze zelf denken en wat ze zelf voelen en wat er aan de hand is. En bovendien als gevormd door hun eigen verleden. Je komt niet als een tabula rasa in die uitzonderlijke omstandigheden. Je bent al iemand en dus zijn sommige mensen meer geneigd om onder die omstandigheden uitzonderlijke kwaad te begaan dan anderen, afhankelijk van hun bijzondere eigen persoonsformatie. Dus de meeste genocidale daders verschillen van de meeste andere mensen. Ze verschillen van elkaar. Kortom, ze zijn verschillend zoals iedereen. Begin met te kijken hoe daders van elkaar verschillen. Kijk naar hun verleden. Kijk naar de tegenstellingen, de ontkenningen, de verdringingen die zich in ze afspelen. En één methodologische regel, kijk altijd heel goed hoe iemand in die omstandigheden terechtkwam. Was hij vrijwilliger? Vertrok hij eigenlijk beweging naar de jihad? Of werd hij als een stuk ongeluk gewoon opgepakt om in een uniformpje mee te marcheren met een uitroeiingsbataljon aan het Oostfront? Tegen zijn zin en zonder precies te weten. Kijk naar de eigen inbreng van de daders. Eigenlijk kijk maar naar ze, zoals je naar jezelf kijkt, met een verleden, verschillend, veel gelaagd en tegenstrijdig. Dankjewel. Ik had je eigenlijk hier bedacht. Vind je dat oké? Ja, zeker. Dank. En dank hiervoor. Ik wil even terug. Omdat jij een Auschwitz-lezing hebt gegeven. Ja. Waarin je iets zegt wat ik interessant vind. We zien volgens mij het boek van Hannah Arendt als van Harry Mulisch toch als een omwenteling
in het denken. Ja. En jij vindt dat niet. Nee. Waarom niet? Omdat ik denk dat het teruggaat op slecht verwerkte christelijke begrippen over het kwaad als in iedereen aanwezig en door de verleiding van de boze geactualiseerd. Er zit een onverteerd christelijk element. Dat komt omdat die mensen juist geen christen zijn. Allebei joden of half joden. Maar ze zitten in een christelijke cultuur die slecht, waar ze nog niet helemaal van af zijn. Dus ik denk gewoon dat dit niet een goed model is. En het kijkt niet naar de, zoals ik zei, de gelaagdheid, de tegenstrijdigheid van menselijke ervaringen en belevingen. En niet naar hoe hun het persoonlijk verleden van mensen doorwerkt. En waarom is het dan de geschiedenis ingegaan als een omwenteling? Ja. Waarom zitten we. Ja, dat is een goede vraag. Het is verschrikkelijk belangrijk. Ik zie zoveel boeken. Ik heb nu een prachtige boek van Drakulic gelezen over die mensen die verdachten van het International Tribunal voor Joegoslavië. En zij ook zegt telkens weer, ja, die mensen zijn zoals jij en ik, dat goede mensen, prachtige romans geschreven, heel goed beschreven, gekeken naar die daders. Maar dan zegt ze aan het eind, ja, als ik zou accepteren dat het monsters waren, of psychopaten, dan heb ik niks meer met ze te maken. Nou, ten eerste is dat een fundamentele vergissing over wat psychiatrische gevallen zijn. Maar ten tweede, waarom zou ze er iets mee te maken willen hebben? Dat komt omdat wij van de pastoor altijd moeten onthouden dat daar gaat een zondaar, maar wij zijn ook zondaars. Dat is een beetje waar en een beetje niet waar. Maar het is geen goede leidraad. Nee, en toch vinden we het wel een aantrekkelijke gedachte. Of althans, hebben we dat heel lang gevonden. Ja, bijvoorbeeld Chris van der Heijden en die mevrouw, ik geloof dat ze Sluimers heet, die bespreken mee en zeggen dan, hij probeert zich te distancieren van de daders. Foei. Je denkt dat je beter bent. Ja, nou, dat denk ik ook wel een beetje, want ik heb het in ieder geval niet gedaan. Ja. En dat zegt Primo Levi op een gegeven moment ook. Luister, je kunt alles over me zeggen, maar ik heb niet andere mensen vermoord. Of ik het niet zou kunnen doen en wat voor rotstreken ik allemaal geflikt heb, daar hebben we het even niet over. Maar er is een voortdurend, merk je dat je mag je niet boven die daders verheffen, van die daders distancieren. Maar dat doe ik helemaal niet. Ik doe eigenlijk het omgekeerde. Ik zeg, ze zijn verschillend, net als u en ik. En je moet naar hun individualiteit kijken, naar de conflicten die zij proberen. Want ik zie, iets dat is heel belangrijk, bijna al die daders liegen en verdringen alles. En bijna alle gezinnen zwijgen over alles. We hebben die Freule Jokkebrok, die heeft laatst een boek geschreven over haar ouders en haar vader viel reuze mee, was een SS'er, maar ach. Maar de moeders vader, dat was ook een aardige vent. Achteraf blijkt, de moeder heeft tegen haar gelogen. De moeders vader was een kampcommandant en niet en een van de ergste. Nou, Freule Jokkebrok schrijft dat boek, dat komt allemaal uit. Maar dan eigenlijk wat je ziet is de ongelooflijke kluwen van leugens en bedrog die zo'n dadersgezin bij elkaar houdt. Trouwens, de meeste van onze gezinnen bestaan ook uit verdringing, ontkenning en logening, maar in iets mindere mate. Huh? En waarom kunnen ze zich daar dan niet toe verhouden? Waarom wordt er zoveel gelogen? Omdat ten eerste sommige daders enige tijd gevaar liepen of lopen. Het is tegen de verwachting in worden ze steeds meer veroordeeld en afgewezen. Maar ik denk ook dat zij zich schamen dat ze de ernstige daders een posttraumatische stoornis hebben. En dat er een massieve muur van wat vroeger verdringing heette, en dat is eigenlijk wel een goed woord, in de betekenis. Daar moet ik even, daar is psychoanalyse ook anders over gaan denken. Het is niet zo dat ze dat niet meer weten. Het is precies zoals Hannah Arendt zegt, ze denken er
niet aan. Of zoals de uitdrukking luidt, er mag zich niet wissen. Een prachtige uitdrukking. Hij maakt dat hij het niet weet. Dus verdringing is niet dat er een stuk betonnen kelder in je buik zit en daarin liggen een aantal documenten die niet meer door achter de stalen deuren vandaan te krijgen. Nee, verdringing is een manier om te zorgen dat je er niet aan denkt. En dat, Draculic beschrijft die verdachte in dat Joegoslavië-tribunaal, dat ze onder de ergste beschrijving getuigenissen van verschrikkelijke martelingen volkomen onaangedaan blijven, terwijl de getuige is in tranen, de rechter zit te friemelen, iedereen is helemaal onderzoek. De dader niet. Wacht nou eens even. Of de dader is een gevoelloos monster, dan moeten we alsnog toch weer die theorieën hebben. Of de dader is heel erg bezig dat niet te hoeven beleven. En hij heeft misschien ook een heel zwaar beschadigd vermogen tot empathie, wat hij zich niet kon permitteren tijdens die wandaden. Dus hij kan zich gewoon de luxe van het medegevoel niet permitteren. Dus ik heb daar weinig bewijs voor, behalve mijn sjoegen, mijn invoeling. En behalve het feit dat het toch wel heel gek is dat er maar één man in de zaal is die volkomen onaangedaan is. Het is de man die het gedaan heeft. Dat is vreemd. Daar moeten we meer over weten. Maar ik heb een beetje evidentie. In Zuid-Afrika en in Colombia zijn van die verzoeningssituaties gecreëerd. Waar de daders van beide partijen vertelden wat ze gedaan hadden en daarmee aanspraak konden maken om vrij uit te gaan. En die daders, die zijn in tranen, die hebben nachtmerries, die kunnen helemaal niet meer slapen, totaal overstuur. Hoe kan dat? Dan zeg je dus, er wordt blijkbaar in zo'n verzoeningscommissie een sociale ruimte gecreëerd waarin mensen een psychische ruimte kunnen maken om dat opnieuw te beleven. Met alle theater erbij, want ze moeten ook vergiffenis krijgen. Ja. Maar waarom maken die verdachten in het Joegoslavië-tribunaal, waarom willen die niet vergiffenis? Zou toch mooi zijn? Oh, edelachtbaar, ik vind het vreselijk. Nee, totaal onaangedaan. Ik denk dat daar van alles bezig is, dat er niet op een of andere manier beseft of geuit kan worden. Maar ja, bewijs het maar eens. Dat lijkt me een mooi moment om naar onze volgende spreker te gaan. Mirjam Rasch, ze schrijft essays en recensies, onder andere voor De Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad en De Gids. En in juni 2017 verscheen haar essaybundel Zwemmen in de Oceaan, berichten uit een postdigitale wereld. Mag ik weer naar mijn stoeltje? Je mag ook blijven. Ja, maar ik wil liever naar de kijken. Goedenavond. Aan mij gevraagd om inderdaad een fragment te kiezen uit een van de werken waar we het hier over hebben. En daar wat gedachten bij met u te delen. Ook met het idee dat we daar misschien straks in de discussie over kunnen doorpraten. En ik heb gekozen voor het fragment uit Harry Mulisch himself, de zaak 4061. En wel uit het hoofdstukje getiteld Het ideaal der psychotechniek, geschreven 18 juni 1961. En dat gaat eigenlijk allemaal een beetje over de rol van de techniek en de machine. En dus misschien ook over de omstandigheden. En ik ga een beetje om de Duitse zinnen heen lezen. Automatisch. We zijn hier in de wereld der machines. Als ik Eichmann eerder een medium zonder hypnose heb genoemd, dan is dat de definitie van de machine. Een machine is een rationeel werktuig dat is georganiseerd op het commentaarloos uitvoeren van onverschillig welke bevelen. De auto kan niets doen tegen het mystieke bevel van de voet op de starter. Hij heeft geen enkel beroep of verweer. De auto heeft zelf geen stem in het kapittel. Hij moet onvoorwaardelijk gehoorzamen aan het fatum, ook als de berijder dronken, krankzinnig of stervende is. Want hij is een machine. Hij heeft geen orgaan om onderscheidingen te treffen. En Eichmann zelf ziet hier een filosofische achtergrond in. Maar ik,
Mulies dus, noem het de techniek. Die nu juist niet goed is en niet slecht, maar letterlijk de amoraal. De vraag rijst, hoe verandert een mens, een vrij wezen, in een automaat, in een machinale bevelenuitvoerder, in een wapen? Het antwoord is eenvoudig, door de eed. Eid ist Eid, zegt Eichmann. En daar is zij weer, die geheimzinnige formule waarmee de God in het brandende braambos zich kenbaar maakt. Evenzeer als Aristoteles op dit axioma de logica fundeert. A is A. De eed is de manipulatie waarmee de machine georganiseerd wordt. En dan ga ik een klein stukje verder. Het gevaar dat de machines de mensen zullen veranderen is niet zeer groot. Groter is het gevaar dat tegelijk met de machines veranderde mensen ter wereld zullen komen. Mensen als machines, gehoorzamend aan impulsen, zonder de mogelijkheid deze op hun aard te onderzoeken. Daarom noemde ik Eichmann het symbool van de vooruitgang. Deze levende dode is het prototype van de hedendaagse mens die de machines schiep naar zijn evenbeeld. En deze uitermate bruikbare, volstrekt oncorrupte, levensgevaarlijke man is het nauwkeurige tegendeel van de rebel. Hij is nauwkeurig het tegenovergestelde van de man die niet deugen wil. Hij is de machine die voor alles deugdelijk is. Hij is de juiste man op elke plaats. Hij is het ideaal der psychotechniek. En nu wil ik nog een heel kleine alinea meer uit het begin daarbij halen, want dat is volgens mij biedt een inzicht in wat we misschien daartegenover kunnen stellen. En dit schrijft Mulisch als hij in Jeruzalem bij het proces is. In een Nederlandse krant lees ik dat een vermaard dominee tijdens een bijeenkomst in Amsterdam heeft gezegd: Eichmann is de mens die onmens is geworden. Fenomeen van de absolute goddeloosheid en onmenselijkheid. Was het maar zo eenvoudig. De opmerking is even gelovig als fataal. Als wij iets tegen Eichmann in het veld kunnen brengen, is het niet het geloof. Hij geloofde aan de Führer, aan de Entlösung, aan de Joden en aan wat al niet. Maar de twijfel. De twijfel juist aan enige absoluutheid. Ook aan de absolute goddeloosheid. Goed. Nou, volgens mij zit daar heel veel in en ik wil eigenlijk drie punten noemen die mij hierin opvallen en die wil ik een beetje koppelen aan onze tijd. En misschien met het idee van wat voor omstandigheden hebben wij nu en ook als we nadenken over het kwaad nu. En allereerst natuurlijk de opmerking dat technologie niet neutraal is en zeker niet de amoraal is. Inmiddels kennen we de beroemde uitspraak: technology is neither good nor bad nor neutral. Technologie heeft bepaalde affordances, zoals dat dan heet. Dus maakt iets mogelijk. Het schept bepaalde omstandigheden die misschien iets versterken of verzwakken. En er is ook, ik weet niet precies in welke tijd, maar er is in ieder geval sindsdien veel onderzoek gedaan ook naar de rol die de technologie speelde in de Holocaust. En bijvoorbeeld de uitvinding van punchcardmachines en de rol die IBM daarbij speelde. Waarmee zeg maar bevolkingsgroepen konden worden gekwantificeerd en geïdentificeerd. En ik denk dat een belangrijke vraag is die we nu moeten stellen, is welke ontwikkelingen we nu meemaken in de technologie die natuurlijk steeds meer omvattend wordt. En wat de technologie nu mogelijk maakt. En zeker ook als we in de context kijken van het kwaad. En denk maar aan van die dingen waar nu de hele tijd over gediscussieerd wordt, als de filterbubble en fake news en post-truth. En de enorme hype cycles waar we dag in dag uit mee te maken hebben. Dus technologie is niet neutraal, maar behoort tot die omstandigheden. Een tweede punt wat ik wil noemen gaat over de eed. Mulisch noemt de eed het organiserend principe van de machine. En ik vraag me af of we die eed tegenwoordig nog nodig hebben of even hard nodig hebben. Want zoals de mens nu een machine is, hoeft hij niet meer aangezet te worden. En ik lees het een beetje als door de eed wordt de machine mens aangezet. Maar hij staat altijd al aan. We zijn altijd bezig in de techniek. Dat is wat de techniek nu mogelijk maakt. En misschien is het organiserend principe niet de eed, maar iets als I agree geworden, wat we constant klikken.
Dus wat die nieuwe machinemens in werking stelt is misschien niet het bevel, maar een hele subtiele manipulatie van informatie aan hem en ook informatie over hem. Want de mens is tegenwoordig niet een machine als iets, als een auto, als voorbeeld. Het beeld van de machinemens is tegenwoordig de mens als een algoritme. Zoals het bijvoorbeeld wordt beschreven door Yuval Harari, die grote bestseller-auteur, die het dan ook daarbij laat, helaas. Want daarmee kom ik op mijn derde punt. Als we de mens op die manier als een machine zien, dan betekent het, een machine is natuurlijk gedetermineerd. Hij is volkomen voorspelbaar. Er is geen vrijheid aan. En dat is denk ik ook een voorbeeld van zo'n gevaarlijke absoluutheid die Mulisch noemt. En dat is waarom, om tegen die absoluutheid in te kunnen gaan, de twijfel of wat net werd genoemd de gelaagdheid, de tegenstellingen, dat het zo belangrijk is dat dat kan blijven bestaan. En dat is in een machine heel moeilijk om dat te laten bestaan. Als een soort tegenorganiserend principe misschien. En tegenwoordig hebben we het bijvoorbeeld veel over normalisering van bepaalde uitspraken of handelingen van politici. Bijvoorbeeld dingen die 10 jaar geleden nog werden gezien als verschrikkelijk en niet door de beugel kunnend. En die worden steeds meer genormaliseerd. En ik denk dat de opvatting van de mens als een machine een deel is van het normaliseren mogelijk maken. Als je het dan hebt over wat technologie tegenwoordig doet. En ik heb hier allemaal hele kleine kriebeltjes staan. Maar volgens mij heb ik nu het meeste gezegd. En ik wil dus eigenlijk eindigen met mij aansluiten bij we moeten ons scharen achter de twijfel en de gelaagdheid als we het hebben over het kwaad, ook nu. Dank u wel. Dank. Dan geef ik nu graag het woord aan Bo Tariskeen. Hij is toneelschrijver, regisseur, toneelspeler en medeoprichter van Theater Na de Dam. In 2015 maakte hij zijn eerste avondvullende muziektheatervoorstelling Eigenman, een opera over de vrije wil. En dit was het eerste deel van een drieluik waar hij nu mee bezig is. Hij is net klaar met de voorstelling Kissinger en in februari volgt nog de voorstelling over Heidegger. Bo Tariskeen. Ik lees uit het eerste hoofdstuk van Eichmann in Jeruzalem, van Abel Herzberg. Wat hij schreef in 62, dat is volgens mij een jaar voordat Hannah Arendt haar eerste artikel naar de New Yorker stuurde. Hoofdstuk 1. Tweemaal heb ik hem ontmoet. De eerste keer in het najaar of de winter van 1944 in Bergen-Belsen. Of was het begin 1945. Wat zag hij er toen chic uit in zijn smetteloos glanzende leren uniformjas en zijn opgepoetste laarzen. Hij was in gezelschap van nog een paar grijze uniformen met rode revers. De heren waren het kamp komen inspecteren waar wij toen gevangen zaten. Mij is altijd de hooghartige blik bijgebleven van de jongste hunner en de overmoedige glimlach waarmee hij over de krioelende ellende heen keek die hij had aangericht. Het was duidelijk dat hij daar trots op was en erop pochte. Dat merkten wij wel, al mochten wij natuurlijk niet horen wat hij tot de anderen zei. Ze knikten bevredigd. Wij scharrelden daar een beetje rond, veroordeeld tot nutteloosheid. Het was me niet gelukt om uit de buurt te blijven. In het voorbijgaan hebben we allemaal braaf onze petjes afgenomen. Ik ook. Dat was toen zo. Ik heb hem voor het eerst teruggezien op 11 april 1961 in Jeruzalem. Toen zijn proces begon in het voor deze gelegenheid tot gerechtsgebouw ingerichte nieuwe Beth Am. Volkshuis, zouden we hier zeggen. Ik had hem niet herkend. Zijn gezicht herinner ik me trouwens niet. Alleen de uitdrukking van hoogmoed die er daarvan afstraalde leefde zelfstandig in mijn geheugen verder. En die was verdwenen. De vijandige en machtige uniform was verwisseld voor een simpel zwart confectiepakje
dat van hogerhand voor hem was besteld, opdat hij er een beetje netjes uit zou zien in het oog der wereld. Hij genoot de roep een der grootste moordenaars te zijn uit de historie. Maar ziet zulk een man er zo uit? Een miserig klein mannetje was er binnengebracht. Die, zou men zo zeggen, berecht werd omdat hij een op afbetaling gekochte fiets verduisterd had. Of misschien zijn buurman ter wille van een paar honderd gulden had gechanteerd. Heeft deze kleine stiekemert miljoenen mensen op zijn geweten? Zijn we voor deze kleurloze, een beetje groezelig en kaal wordende kleinburger van een jaar of 50 allemaal hierheen gekomen? We hadden het van tevoren kunnen weten. Er was geen plaats voor de illusie dat de verschijning van Eichmann in Jeruzalem een sensatie of ook maar een huivering zou verwekken. Maar dat valt iemand achteraf pas op. Pas in. Men heeft geprobeerd in zijn ogen, in de trek om zijn mond of in zijn houding, de vreedheid en meedogenloosheid te ontdekken die zijn vroegere optreden konden verklaren. Povere pogingen om eigen illusie en die van zijn lezers te redden, niets daarvan klopte. De ontdekking trouwens dat er niets te ontdekken viel, was spoedig schokkend genoeg. Ontstellend werd het te moeten toegeven dat de verdachte niets ontstellends vertoonde, maar juist de indruk maakte in niets af te wijken van het patroon van de gewone, om niet te zeggen de banale man. Hij zal natuurlijk zijn persoonlijke eigenschappen wel hebben, zoals zijn eigen naam heeft. Zonder deze zou hij niet te identificeren zijn. Maar zij zijn niet in strijd met de banaliteit. Zij maken geen enkeling van hem. Zij bevestigen veeleer dat in hem het soort, de eenvormigheid en niet de verscheidenheid opvalt. Hij heeft ongetwijfeld denkbeelden gehad, maar hij heeft niet gedacht met zijn hersens, doch met de platte Duitse pet welke die hersens verborg. Miljoenen hebben diezelfde pet gedragen. En wanneer zijn hart geklopt heeft, dan heeft hij, zo vlug als hij kon, zijn uniform dichtgeknoopt als geluidsbarrière tegen de klanken die dreigden uit hem op te stijgen. Trek hem die uniform uit, neem hem zijn pet af en gij houdt een armzalige stumper over. Ik wil bij deze ook pleiten voor een Abel Hersberg festival. Het mag van mij 2 weken duren. Hier beginnen de problemen. De uniform heeft gezondigd. De stumper moet boeten. De uniform, dat wil zeggen de man als deel van de groep, van het volk en de staat. Kortom, de man als deel van het geheel. Zoals de letter deel is van het woord en het woord deel van de taal. Is de letter aansprakelijk voor de leugen? Is de man aansprakelijk voor de moord die de staat en de maatschappij hebben bedreven? Is één van ons meer dan een letter, zij het dan in een ander woord dan hij en aaneengeregen in een andere zin? Maar wie maakt ons tot woord en wie rijgt ons aaneen tot een zin? Wij zelf of een macht boven of buiten ons? En wie zal al deze moeilijke vragen beantwoorden? De bode vertelt het ons. Die gezellige corpulente soldaat die gedurende het hele proces van de ene tafel naar de andere tafel zal dribbelen, stukken zal aanreiken en briefjes zal overbrengen. Hij springt in de houding en roept door de zaal: Beth Hamishpath, dat wil zeggen de rechtbank. Mooi is dat die rechtbank, of dat volkshuis, eigenlijk een theater was. Wat voor de gelegenheid was omgebouwd tot een rechtszaal, omdat er veel mensen in kwijt moesten. En dat klopt ook wel. Het theater is van oudsher de plek waar de grote conflicten van de tijd worden uitgevochten, uitgesproken, getoond. En Eichmann is, net als Richard III, een dankbaar personage in het theater. Meerdere, alleen al Nederlands theatermakers, hebben zich door hem laten inspireren. Carly Wijs, Lieneke Rijksman, Willem de Wolf. Stukken die dan over Hanna Arendt of over de liefde tussen Arendt en Heidegger gingen, waarin Eichmann een belangrijke rol speelde. De Eichmann, zoals wij die kennen, via Arendt en Moedig, is een totaal ander soort schurk dan Richard III, die in zijn allereerste monoloog meteen zijn bedoelingen uiteenzet. Dames en heren, ik ben lelijk, ik verveel me, dus ik wil de wereld zien branden. Kraakhelder motief. De Eichmann van Arendt en Moedig daarentegen gaat over een
Een soort onzichtbaar kwaad. Een kwaad zonder motief. Een lege plek, een niets, zoals Moelisch Eichmann omschreef. Een niets waarbij dan de deportatie en vernietiging van 6 miljoen mensen dan de storm is en Eichmann het windstille oog. Of beter gezegd, het hoofd van Eichmann als een plek van windstilte. Een plek van de afwezigheid van gedachten. De buitengewone destructie, het ongekende onmenselijke geweld bevat dan een kern van volmaakte rust. Het klinkt bijna als een slechte haiku. Het probleem is natuurlijk dat, wat de Zwaan ook net heeft verteld, dat de historische Eichmann een andere Eichmann is dan de, tussen aanhalingstekens, theologische. Om ook maar te verwijzen naar die andere man die in Jeruzalem is berecht 2000 jaar geleden. De theologische Eichmann gaat dus over de normale man. Iemand die net zo is als wij, maar zich onder bepaalde omstandigheden ontpopt tot massamoordenaar. Dit beeld impliceert dat we allemaal potentiële Eichmann en Eichvrouwen zijn, wat weer appelleert aan ons idee van de erfzonde. De Zwaan heeft het net gezegd. Maar de historische Eichmann, hebben we geleerd, bleek iemand te zijn die wel degelijk nadacht, wel degelijk ambities had, wel degelijk creatief was en vernietigingsapparaat echt bedacht en veel meer deed dan alleen maar bevelen opvolgen. De reden dat dat beeld van Arendt en Moelisch zo populair blijft, is onder meer het idee van fatum. Zo noemt Moelisch dat ook, noodlot, dat ons tot vreselijke daden aanzet. De omstandigheid als fatum, het bevel als fatum, of zo je wilt, de eigen dispositie als fatum. Het idee voor de voorstelling die ik destijds maakte over Eichmann, het idee daarvoor kreeg ik in hetzelfde jaar dat de boeken van neurowetenschappers Dick Swaap en Victor Lamme bovenaan de bestsellerlijst stonden. Wij zijn ons brein en de vrije wil bestaat niet. Dus twee wetenschappers die het bestaan van de vrije wil ontkenden. En volgens mij zijn die boeken om dezelfde reden zo populair. Het heeft namelijk iets heel geruststellends om ervan uit te gaan dat wij geen vrije wil hebben. Want zonder vrije wil ook geen verantwoordelijkheid. Zonder verantwoordelijkheid ook geen schuld. Eigenlijk trouwens dat experiment waartoe ze tot die conclusie waren gekomen was eigenlijk nog bedenkelijker dan het Milgram-experiment. Je moest dan kiezen tussen twee appels en dan op een knopje drukken en ze zagen dan in de hersens. Nee, hij wilde eigenlijk al die appel voordat hij het op het knopje drukte, waardoor ze zeiden, ja, zijn hersenen wilden het al voordat hij het zelf wilde. Het feit dat je, als er meerdere keuzes zijn, dat je dan misschien tot een andere keuze komt, dat impliceert al dat we een vrije wil hebben. Maar goed, als we in ons brein kijken, vinden we daar inderdaad geen vrije wil. Als we onze hersens opensnijden, vinden we heel veel bloed en vet en miljarden gliacellen en tientallen miljoenen neuronen, maar geen enkele gedachte. We kunnen zo lang als we willen met onze scalpel aan de weer gaan, maar we vinden in ons hoofd geen rationaliteit, geen redelijkheid, geen vrije wil, geen kennis van goed en kwaad, geen moraal. Maar zoals Moelisch in zijn verslag schreef, buiten de regels van de moraal bestaat nergens een morele werkelijkheid. Ze bestaat niet in de menselijke natuur. Die bestaat zelf niet. Hetzelfde geldt voor het kwaad. In de natuur vind je geen kwaad. Het kwaad is geen natuurverschijnsel. Er is pas sprake van kwaad als er een morele orde is die geschonden wordt. Dat maakt het zo moeilijk om het over het kwaad te hebben of over de manifestaties van het kwaad. Het klinkt bijna religieus, alsof het om manifestaties van een natuurkracht gaat of om manifestaties van de erfzonde. En het goede, vind ik, van de boeken van Herzberg en Moelisch, is dat ze daar op een bepaalde manier rekenschap van geven, van dat bewustzijn. Want als zij over het kwaad schrijven, dan schrijven ze ook meteen over zichzelf. En over de mensen die hun woorden lezen. Dus ze schrijven over drie verschillende dingen tegelijkertijd. Dat vind ik zo goed aan die boeken, dat zij voelen dat je de hele menselijke gemeenschap moet betrekken en meenemen in je betoog. Omdat er buiten die gemeenschap,
die een morele orde vormt, geen kwaad bestaat. Op zich is dit een mooi besluit. Ik had nog één alinea, maar ik weet niet, volgens mij zit ik veel te ver boven de tijd. Laat me horen, oké. Okay. die gemeenschap die de morele orde vormt, vormt ook een soort voorwaarde voor dat er zoiets is als goed en kwaad. En dat brengt me tot een kwestie waarmee ik zou willen afsluiten. Een vraag die eigenlijk een variant is van het probleem dat Herzberg zijn boek mee begint, namelijk het uniform en het individu. Stel, je wordt geboren in een door en door antisemitisch gezin. Je groeit op met antisemitische vriendjes op een school waar je elke dag leert dat Joden levensgevaarlijke parasieten zijn. En in de kranten leest, op de radio hoort, hoe gevaarlijk en slecht de Joden zijn. Al vanaf dat je kunt lopen. Zijn jouw eigen antisemitische opvattingen dan abnormaal of slecht te noemen als ze normaal zijn voor die gemeenschap waartoe je behoort? Als haat net zo vanzelfsprekend voor je is als het water dat is voor de vis. Is het dan abnormaal dat normale mensen die in die omstandigheden opgroeien overgang tot massamoord? En dat is mijn vraag aan meneer De Zwaan. Zijn dat voor die mensen uitzonderlijke omstandigheden? Ik zie u knikken. en dan is mijn tweede vraag, waarmee ik zou willen afsluiten. Hoe moeten we over zulke daders, voor wie die haat zo vanzelfsprekend is vanaf de geboorte, spreken en oordelen? Dank u wel. Dank. Ja. Mag ik jullie ook vragen om naar voren te komen? Ja, meneer De Zwaan, zo'n duidelijke vraag. U wilt vast reageren. Voorzitter van meneer Tarinskeen. Ja. Ja. Kijk, bijvoorbeeld een Duitser die geboren werd in zeg 1900. En nog net oud genoeg was om op zijn 17e... in de loopgraven te vechten, in toch wel, weliswaar vergeten, maar gruwelijke oorlog. Inderdaad, met zijn goede Lutherse christelijke vorming of katholieke christelijke vorming, een behoorlijke paplepel antisemitisme meegekregen heeft, maar fatsoenlijk christelijk antisemitisme. Je mag er een paar vermoorden, maar niet allemaal. Die terechtkomt in die hyperinflatie na de oorlog in de jaren 20 en dan in een Weimar wat aan één stuk door terreurgroepen wordt ondermijnd. Dan komt Hitler aan de macht. De meest vilijne, de meest perverse, permanente propaganda waaraan geen ontsnappen mogelijk is. Zo iemand heeft natuurlijk wel een hele bijzondere vorming gehad. En dat beroemde boek van Browning, dat gaat over die executiepelotons aan het Oostfront. Ordinary Man. Dat is weer zo'n foute titel. Je had moeten zeggen Ordinary Germans. En Germans van die generatie waren niet gewone mensen. Dat was iets bijzonders. En dat is toch wel voor een deel een voorbeeld van iets wat je oproept. Al zat er ook weer. Kijk, het zijn allemaal, waren meestentijds keurige christelijke jongetjes en meisjes die ook geleerd hadden dat je niet mocht doden en dat je een beetje fatsoenlijk moest gedragen. Dus er zit wel, het was niet een conflictloze cultuur van pure haat. Dus er zit, het is heel zeldzaam dat je opgroeit in een pure haatcultuur. Maar het kan natuurlijk zijn. En dan
ben je van jongs af aan in mijn ogen uitzonderlijke omstandigheden opgegroeid. Maar van jongs af aan, je neemt dat mee en dat heeft je gevormd. Wat voor mij heel belangrijk is, maar dat komt ook een beetje omdat ik gewassen ben met de wateren van de psychoanalyse, is dat je naar mensen kijkt als ook het product van hun verleden. En het komt niet vaak voor dat mensen helemaal in haat worden opgevoed. Bestaat wel, maar het is zeldzaam. Ja. En dan werkt ook dat verleden door. Ja. Wat denk jij daarover, Mirjam? Ja. Ik vind een goed onderscheid inderdaad. Wat te maken is tussen inderdaad wat voor iemand normale omstandigheden kunnen zijn en of dat in de historische context kunnen dat nog steeds uitzonderlijke omstandigheden zijn. Dus wat voor een individu iets is wat de hele leefwereld van dat individu bepaalt, wil niet meteen zeggen dat we de uitzonderlijkheid daarvan uit het oog moeten verliezen. Ja. Bo? Ja, nee, sluit ik me aan. Of tenminste, dat snap ik, dat inderdaad, het waren niet gewone mannen, het waren gewone Duitsers. En dan heb je dus in die context over een volk wat is gekweekt in een soort massa-hypnose. Een soort massa-psychologisch experiment, als een soort proefdier. Dus dat snap ik inderdaad, dat het niet gewone mensen genoemd kunnen worden. Nee, er was iets mee aan. Ja. Met alle Duitsers was toen iets aan de hand. Dat is nu anders. Het heeft natuurlijk ook iets te maken met de Duitse ziel en de Duitse kern. Maar die is dan flink veranderd. Mm-hmm. Pleit dit mensen vrij? Ja, het is iets wat je, als ik in de rechterstoel zou zitten, wel zou meenemen. Is dat er als een belangrijke overweging dat die tragische generatie. Maar dan nog zou ik vragen, wat zei de dominee toen je 7 was? En dat ben je niet vergeten. En dat zit je nu dwars. Ik geloof bijna niet in de mogelijkheid. Dat totalitarisme veronderstelt ook dat mensen eigenlijk conflictvrij zijn. Mm-hmm. Uit één stuk. Mm-hmm. En dat is heel zeldzaam. Mm. Zijn jullie het ermee eens? Waarmee? Dat mensen uit één stuk zijn? Dat het mensen deels vrij pleit. Deels vrij pleit. Of vrij pleit, jeetje. Het was een soort geen makkelijke avond natuurlijk over het kwaad. Dat dacht ik. Dat Nou ja, misschien heeft het ook te maken met wat jij zei over de vraag, hebben wij een vrije wil? Want als je ook kijkt naar de hersenwetenschappers die zeggen dat wij ons brein zijn, ja, daarvan is ook de uitkomst, als wij alleen maar ons brein zijn, dat we dus worden vrijgepleit in feite van onze daden. Dat kan een soort van makkelijk zijn, omdat je dan inderdaad geen schuld meer hebt en geen verantwoordelijkheid. Aan de andere kant kan dat denk ik ook weer veel moeilijkheden opleveren. Want hoe kom je daar dan uit? Want het voorbeeld van de verzoening laat misschien zien dat er is een soort van weg om dat te doorbreken. Ik weet het niet hoe je dat anders moet noemen. En als we volkomen gedetermineerd zijn door de hersenen of door wat dan ook, dan is die de mogelijkheid om je daar uit te breken, die is er dan ook niet meer. Dan zit je echt opgesloten in de determinatie. Wat denk ik ook heel zwaar zou kunnen zijn juist. Maar nu antwoord ik een beetje voor jou. Nee, het is inderdaad wat volgens mij Arendt zegt over een totalitair regime of een staat, een land, is dat daar voortdurend wordt uitgegaan van de absolute waarheid. En die waarheid is eenzijdig en heel simpel en bedacht door de staat. En alle besluiten moeten logisch voortvloeien uit die absolute waarheid van de staat, of dat absolute mensbeeld, dat absolute wereldbeeld.
En daar is geen discussie over mogelijk en er is ook geen twijfel over mogelijk. Dus een staatsapparaat als een soort perfect mechanisme. Dan is het inderdaad dan is er geen mogelijkheid meer tot het in acht nemen van verschillende mogelijkheden. Of zoals jij het zegt, de gelaagdheden van een mens in oogenschouw nemen. De innerlijke tegenstellingen van een mens. De tegenstellingen van een land. Die worden dan allemaal ontkend en verboden. En volgens mij is dat hoe Hannah Arendt een totalitair regime definieert. Dat daar geen plek voor is. Maar om nog terug te komen op je vraag of dat die mensen vrijpleit. Ik vind dat nog steeds een hele moeilijke vraag. Ik zou dat niet. Als je zegt het pleit die mensen. Ik zei niet vrijpleiten. Ik zei. Oh. Nee, ik dacht niet dat die ongewone omstandigheden waarin die Duitse generatie opgroeide. Mm-hmm. Als ik rechter was, zou ik dat in aanmerking nemen. Ik zei niet dat het ze vrijpleit. Nee, geen idee. Oh, okay. Ik ben even. Als je me toe zou. Ik moet even denken uit het dagboek van Goebbels. Dan zegt Goebbels ergens. Ja, elke Duitser heeft wel één goede Jood. De slager op de hoek, dat is zo'n aardige man. Is die voert op. En het is ook zo'n totalitair regime. Er is altijd het incident. Er is altijd het medelijden. En er is altijd de lachlust. Dat zijn drie lekken in het meest totalitair. Je komt iemand tegen en die ziet er. Dat is een koelak, maar dat is een aardige man. Hoe krijgen we dat? Dus de herkenning, medelijden en de lachen. Medelijden speelt een grote rol bij die daders. Heel vaak kom je tegen, het is bijna altijd dezelfde scène. Het is een kind, de ogen van een kind. En dat konden ze niet verdragen. Dat is een van de weinige lekken in de absolute afweer van genocidale daders. For whatever it's. Wat is er, als we het hebben over een systeem en je hebt radertjes, dan heb je wel grote en kleine radertjes. Je hebt verschillen tussen mensen. Wat zijn die verschillen? Wat zorgt er nou voor dat de ene zegt, nou, ik hou me hier op de achtergrond en de ander een eigen man wordt? Is daar iets over te zeggen? Daar durf ik dan weer geen antwoord op te geven. Want ik denk dat je dan echt goed beslaagd een eis moet komen. Ook in de psychologie en misschien wel de psychiatrie. Dus ja, daar voel ik me niet gerechtigd toe om daar iets over te kunnen zeggen. Wie van de mensen hier wordt. Wordt de martelaar en ja, nee. En je kunt natuurlijk wel zeggen dat mensen die iets ver gebracht hebben, de grote leiders van dat soort genocidale regimes, die hebben natuurlijk heel hard gewerkt om daar te komen. Dus bij die mensen moet je kijken naar hun eigen wilsaandeel, hun inspanning, hun slimheid, hun creativiteit, hun manipulatie, hun gore rotstreken. Terwijl iemand die voor zijn nummer opkomt, daar speelt die persoonlijke factoren wat minder mee. Eigenlijk is de eerste methodologische regel, hoe is iemand terechtgekomen in die uitzonderlijke omstandigheden? Heeft hij daar zelf een aandeel in gehad? Of is maar een sukkel die ook in de kneel moest? En kunnen we daar dan uit afleiden dat de mensen die vrijwillig kiezen voor zo'n functie of positie, zijn dat dan bepaalde type mensen? Zijn dat extraverte mensen? Ik zeg maar iets. Of zijn dat mensen zonder zelfbeheersing? Of dat, wat nou, ik denk dat je moet meer kijken, nog beter kijken naar hun eigen dispositie, naar alles wat ze hebben meegemaakt in hun leven, wat ze eruit geconcludeerd hebben. Dan je zou kijken bij iemand die ook maar, zoals dat in dat boek van Browning, dat politiebataljon 101. Mm-hmm. Ja, die moesten voor hun nummer opkomen. Heel veel Nederlandse jongens in Indië, jongens heten ze toen, die werden gewoon, waren dienstplichtig en die kwamen ergens terecht. Nog steeds niet als automaten, want ze zagen heel goed dat er morele conflicten waren. Mm-hmm. En hebben zich toch vaak geconformeerd aan wat daar misging.
Maar hoe meer eigen aandeel, hoe meer je moet kijken naar hun eigen persoonlijkheid. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die met hun eigen aandeel heel belangrijk worden in het verzet, om maar iets te noemen. Ja. En dat is nou het verschil, hè? Ja. Maar meestal werd je niet, je werd niet gewoon gerecruiteerd om dienstweigeraar te worden voor Indonesië. Ik heb ze nog even over Indonesië te praten, om te verwarren. Nou, de avond is nog jong. Over ook een oefening eventjes, oefenen op Indonesië, dat moeten we ook leren. Er was niet een organisatie die zei, jij moet dienst weigeren voor Indonesië, want jij bent nummer, jouw paspoortnummer is zien, dus nu moet je dienst weigeren 5 jaar in de bank. Nee, dat waren jongens die vaak een hele eigen aansturing hadden. En dan kun je ook wel kijken, dat was vast een conflict met hun vader of een religieus, weet ik veel wat allemaal, daar mag je best naar kijken. Maar dus bij rebellen, dat is eigenlijk een woord wat al gevallen is, hè, de, wat Harry zei, dus de rebel is het tegendeel van Eichmann. Daar ben ik het niet mee eens. Nee? Nee. Ik geloof ook, als je het hebt over de banaliteit van het kwaad, en dan volgens jouw definitie dus niet Eichmann, maar de spoorwegbeambte, de politieagent, de ambtenaar, de wisselwachter. Die dus niet nadenken, maar wel meewerken aan een moorddadig regime. Je hebt zoveel voorbeelden bekend van mensen die in het verzet zaten, of mensen die hun Joodse buren in huis namen. En er werd dan na de oorlog gezegd, je bent een held dat je dat gedaan hebt. Ja. En er zijn zoveel gevallen bekend van mensen, en of het nou intellectuelen of boeren of wat dan ook zijn, die zeggen, ja, daar dacht ik helemaal niet over na. Dat doe je gewoon. Vanzelfsprekend. Dat doe je toch gewoon. Ja, er was geen morele afweging, geen gedachte. Nee. Die deden dat. Ja. Ik vind het een soort banaliteit van het goede noemen. Dus dat je ook... Mag ik wat zeggen? Ik denk dat het niet waar is. Ik denk, kijk, laat ik mijzelf als maatstaf nemen. Ik ben niet de beste onder mijn... Je denkt dat ze allemaal liegen? Ik denk dat ze allemaal, dat het niet waar is. Ik denk dat bijna iedereen die bij zijn gezond verstand is, en hij moet een Jood laten onderduiken in de oorlog, en hij denkt dat als dat ontdekt wordt, dat hij daar zwaar... Dat was niet altijd zo, hè? Of onderduiken, alleen maar een onderduiker was een risico, maar niet een heel zwaar risico. Maar dat kon je niet weten. Je wist niet hoe lang het duurde. Je had kinderen, een rustig leven. Iedereen moet toch net zoals ik, dan denk ik, god, zal ik dat wel doen? Weet ik iets, kan mijn neef dat niet even doen? Is dat nou wel nodig? Ik moet toch ook op mijn kinderen passen? Als je bij je gezond verstand bent, aarzel je. En is er een tweestrijd. Maar alle mensen die het gevraagd wordt achteraf ontkennen dat. En ik denk dat het niet waar is. Dat wat ze zeggen niet waar is. Ik denk niet dat ze liegen, maar dat ze vergeten zijn wat de vervelende kleinzielige zakjes ze waren en hoe heldhaftig ze dat overwonnen hebben. Want dat is eigenlijk een echte moed dat ze, als net zulke zakjes als ik, iets fantastisch gedaan hebben. Maar dat zijn ze vergeten. Achteraf lijkt het zo vanzelfsprekend dat je het goede doet. Maar dat weet ik niet. Dat verzin ik maar. Wat is jouw belang bij die hypothese? Heb ik daar een belang? Ik weet niet of ik... Dat is wel een goede vraag, maar ik weet niet of ik... Mijn belang is dat ik de hele dag zit te denken hoe dingen in elkaar zitten. Dat is mijn belang. Kijk, Harry wordt geciteerd als gezegd hebbende, het gaat erom het raadsel te vergroten. Dat ergerde mij mateloos. Want ik ben er om het raadsel te verkleinen. Maar op een gegeven moment begreep ik wat hij bedoelde. Hij bedoelt, het raadsel is zo ongelooflijk groot, dat je steeds mensen moet herinneren dat we helemaal er niets van begrijpen. Dat alles raadselachtig is. In die zin moet je natuurlijk de verwondering, de nieuwsgierigheid voortdurend stimuleren. Maar ik zit met een heel klein hamertje het raadsel te verkleinen. Over raadsels gesproken, bestaat het kwaad?
Je kijkt nu een beetje tussen ons in. Ik kijk een beetje tussen jullie in, maar ik wil hem eigenlijk aan Miriam geven. Nou ja, dan moet je eerst een definitie geven van het kwaad. Wat is jouw definitie van het kwaad? Had ik misschien van tevoren even over na moeten denken. Ik denk persoonlijk dat als je kijkt vanuit ethiek, voor mij is een soort van de rock bottom van ethiek is het lijden. En daarom ben ik ook altijd gecharmeerd bijvoorbeeld van ethici die zich bijvoorbeeld uitspreken over dat de morele orde niet alleen maar beperkt moet blijven tot de mens, maar dat ook in ieder geval bepaalde diersoorten daar misschien toe zouden behoren, omdat ze kunnen lijden. En dat kun je gewoon aantonen. Als je ze, hoe bepaalde koeien of varkens worden behandeld, die hebben gewoon heel veel pijn en die hebben een verschrikkelijk leven. Dus dat is niet een antwoord op wat is het kwaad, want ik vind het kwaad inderdaad is ook erg religieuze connotatie en daar kan ik niet zo goed iets mee. Volgens mij moet je kijken naar waar wordt het kwaad gedaan of wat doet het kwaad of zo. En dan kom je wat mij betreft uit op lijden. Ja, en er zijn mensen die met heel veel plezier en willens en wetens andere mensen of creaturen laten lijden. En dat zou dan voor mij wel een uitingsvorm van het kwaad zijn. Dus ik denk wel dat het kwaad bestaat. Ja, ja. Want hoe. Maar dan meer in, we zien het in de verschijnselen in de wereld, zeg maar. Dus ik geloof niet dat het een erfzonde is die ons door het boze of Satan gegeven is. Maar je ziet in de wereld manifestaties van toegebracht lijden. Ja, dat is voor mij dan het kwaad, inderdaad. En als een voorbeeld noem je de bio-industrie. Nou ja. Dat is dan weer zo weinig concreet. Maar bijvoorbeeld, als we het dan even op dat onderwerp houden. We kennen allemaal de beelden die stiekem zijn opgenomen in slachthuizen, waar mensen die in slachthuizen werken met heel veel plezier dieren martelen. Ja, dat vind ik daar dan een voorbeeld van. Ja, ik heb dat moeten leren, hè, om dieren in die wereld van de ethiek binnen te brengen. Maar ik geloof niet dat het probleem zit dat daar nou slachters met plezier in kip zitten te kothoofden. Ik denk dat daar iets leren van Hannah Arendt. Het gaat erom, ze zitten de hele dag die kippen te onthoofden, omdat dat moet nou eenmaal en wat is daar mis mee. En, ben je het eens? Ja, zeker. Maar dat, kijk, dat sadistische is niet kippenslachters, ja. Dat is zeldzaam. Ja, maar als je vraagt wat is het kwaad, dan zou ik inderdaad de sadistische kippenslachters, die behoren daar eerder toe dan inderdaad de. Maar die zijn er toch bijna niet? Nee, maar je hoeft er maar één te hebben of het is er. Ja. Toch? Dat, ja. Nou ja, maar ik denk, als ik een beetje in die manier van Arendt en Müller zit te denken, dan zou ik zeggen, het kwaad zit erin dat ze zeggen, ja, maar dat is nodig, mensen moeten eten en die beesten voelen toch niks. En bovendien zijn ze nergens anders goed voor. Ze zouden helemaal niet geleefd hebben als wij ze niet hadden gekweekt. Ja, ja, ja. Ja. En ik zou het ook fijner vinden als niet hoefde, maar ja, het is nou helemaal mijn baan. Ja, nou, maar nu komen we misschien discussie terecht over dieren. En, want dieren kunnen natuurlijk zelf geen kwaad in de zin hebben, dat maakt het ook alweer ingewikkeld. Dus misschien moeten we het dan terugbrengen toch naar de morele orde van de mensen. Ja. Kun je ook zeggen, ja, kinderen zijn er ook, maar alleen omdat we ze zelf op de wereld hebben gezet. Dus. Nee, dan gaan we weer terug naar de dieren. Dat gingen we niet doen. Nee. Bo, waar zie jij het kwaad? Zie jij het kwaad ergens? Ik vind dat een hele grote vraag. Ik zou ook niet weten wat het kwaad is. Het voelt een beetje als een ouderwets begrip. Net als het goede. Of de schoonheid of de waarheid. Het is, hoewel het belangrijk is om het erover te hebben. Dat, dus ik wil nu niet meteen zeggen, het is een te groot begrip, dus moeten we het er niet over hebben. En dat is ook een beetje een zwak debat. Dan. Het is een manier om te zeggen, ja, ik vind het een te moeilijk onderwerp, dus is het een te groot woord. Maar wat ik
Wat ik zo mooi vond aan dat wat Abel Hertzberg schreef in zijn boek over Eichmann. Eichmann had zo met wat hij deed zo hard de morele orde geschonden, dat hij zich daarmee buiten de gemeenschap van de mensheid had geplaatst. Yes. En het was van zo'n grote orde die misdaad, anders dan een crime passionnel, waarbij je dan kunt zeggen, nou ja, je was jaloers, dus heb je die man vermoord. Je krijgt een paar jaar cel, maar daarna mag je weer terugkomen bij ons, in de gemeenschap, want kans op recidief is klein, et cetera. Maar iemand die 6 miljoen mensen heeft laten vermoorden. Daarmee is het eigenlijk, toen we denken, kijk, je kunt een spel schaak spelen. En een bepaalde zet doen waarvan je kunt zeggen, ja, die is dom, maar die mag wel. Maar als ik op een gegeven moment mijn paard pak en daar naar de andere kant van het veld ga, in een rechte lijn, dan zeg je, nee, maar je bent nu niet meer aan het schaken. Het is geen domme zet meer of dat je een spelregel breekt. Je bent nu gewoon een heel ander spel aan het spelen. En dat is eigenlijk wat Abel Hertzberg zei over Eichmann. Die man die ging zo buiten elke categorie, die deed niet meer mee met de mensheid eigenlijk. Het gekke genoeg is dat Hannah Arendt, ondanks de voorafgaande 200 bladzijden, in de laatste bladzij over het vonnis en de executie, over Eichmann zegt, someone like him should not walk the earth. Mm-hmm. Wat eigenlijk helemaal strijdt met alles wat eraan vooraf gaat. En dat maakt er eigenlijk toch wel toch een interessant iemand. Mm-hmm. Nee, ik vind je soms af en toe te streng voor haar. Want ze zegt zelf letterlijk in het begin van het boek. Wat zegt ze nou? Shit. We moeten Eichmann niet zien als een verklaring, maar opvatten als een les. Dus het geval Eichmann, of de filosofische Eichmann, of zoals ik het net noemde, de theologische Eichmann, heeft een pedagogische functie, ook al is het historisch niet correct. Nou goed, dat is een heel ander onderwerp. Maar. Daar kunnen we misschien zo nog over doorpraten. Het kwaad is lastig, maar we zijn het erover eens. Er zijn mensen die op een gegeven moment kwade dingen doen. Ja. Ja. Abraham, jij hebt het over empathie. En het, vooral het gebrek aan empathie. Wat ervoor zorgt dat mensen kwade dingen doen. Kun je empathie nu, welke rol moet empathie nu spelen, vind je, om mensen te wapenen? Kun je empathie leren bijvoorbeeld? Ja. En is dat nodig? Het is nogal wat evidentie dat in een good enough, dat is een uitdrukking, ik geloof, van Bowlby of van Winnicott, van die Engelse kinderpsychiaters, in een good enough mother-child or parental relationship, waar het goed, het niet goed gaat, maar goed genoeg gaat, daar ontwikkelen kinderen een gevoel voor wat andere mensen voelen. En ook een sympathie, zij gaan dan een beetje hetzelfde voelen. Dat is leerbaar. Je kunt het ook aan mensen die op latere leeftijd bijbrengen. Dat is leerbaar. We hebben blijkbaar het instrumentarium om dat te kunnen leren. Maar zoals Nico Freda, mijn leermeester, zei, je kunt het ook heel makkelijk afleren. Mm-hmm. En met name wat het wrakke kant van empathie is, de empathie voor de eigen het gezin en voor de naaste collega's en vooral voor de strijdmakers, de loyaliteit aan de strijdmakers, die is vaak heel sterk. Maar het is heel moeilijk om te leren wijdere kringen mee te voelen en te zien als mensen die net zo voelen als wij. En dat is een hele belangrijke religieuze boodschap. Dus de meeste religies proberen te zeggen, je bent je zusters en broeders in het geloof. Maar eigenlijk in beginsel alle mensen die in potentie ook zouden kunnen geloven, die met ons, daar moet je in proberen mee te voelen. Maar het stort heel snel in en de prijs is de emotionele prijs en de materiële prijs in bepaalde omstandigheden.
Bijvoorbeeld in een concentratiekamp is voor de bewakers is te hoog. Dus het is een fragiele emotie. Daar is vrij veel evidentie voor. Die haal ik, zag ik voor één keer niet uit mijn duim. Wat zien jullie als iets wat een samenleving zou moeten hebben om zich te wapenen tegen dat een deel van die samenleving kwade dingen zou doen? Ik denk dat er wordt nu heel veel gesproken en geschreven over empathie, inderdaad. Ik vind dat zelf... Ja, dat, voor mij is dat niet genoeg om deze reden dat je niet met de hele wereld empathie kunt opbrengen, want dat heeft ook met nabijheid te maken en dergelijke. Er zit ook altijd een beetje het gevaar in dat het leidt tot een centraal stellen van jezelf. Dus je moet iets herkennen in de ander. Je moet iets van jezelf in de ander herkennen of van de ander in jezelf. En eigenlijk zou je misschien wat meer jezelf moeten loslaten, denk ik ook wel eens. Dus het hedendaagse probleem van narcisme heeft ook iets met empathie te maken, ergens. Dus ik zou liever pleiten voor veel meer kritisch denken als gereedschap. De filosofische houding en niet zozeer... natuurlijk is empathie belangrijk en dat moeten we vooral aanleren en oefenen. En zeker ook als je het hebt over verschillende bevolkingsgroepen bijvoorbeeld in de maatschappij. Dat gaat ook om elkaar leren kennen en gewoon herkennen dat iemand een mens is, vrij bazaal gesproken. Ja. Maar wat mij betreft gaat het ook om bijvoorbeeld... Ja, het kritisch denken als een soort van gereedschapskist, waardoor je juist ook van jezelf los kan komen. En bijvoorbeeld kunt kijken naar verschillende perspectieven op een zaak. Waarheidsclaims toetsen. Verschillende argumenten kunnen herkennen en inzetten. En dat soort veel meer rationele dingen eigenlijk. Het lot van de ander kan niet van jouw emotie afhangen. Nee, precies. Ja. En dan zeg je moet kritisch denken. En misschien is er nog iets. Rechtsstaat en mensenrechten. Ja. Die zeggen, het kan me niet schelen wat je over hem vindt en wat je over hem voelt. Zo staat het geschreven. Absoluut. En dat is ook een wankele basis, maar die voel jij toch als iets steviger. Ja, nou, als we het hebben over het institutionele niveau, dan ja. Ja. Zeker. Brengt de moderne technologie dat kritisch denken in gevaar? Ik hou dus niet van een deterministische visie op technologie sowieso. Dus technologie is niet meteen, heeft niet als gevolg dat wij allemaal domme mensen worden of zo. Maar het maakt het wel mogelijk om heel snel van je kritische denkvermogens af te stappen op de een of andere manier. Omdat je heel veel dingen op een presenteerblaadje krijgt aangeboden. Dus zeker ook met oog daarop. Ja, daar moet je ook in getraind worden. Maar ook dat is mogelijk. We hebben die functies in ons. Dus dat kan. Dat kan. Ik heb een... Ik heb twee Facebook profielen, mijn eigen en een nep account, genaamd Karel Schmid. En met dat nep account volg ik iedereen met wie ik het oneens ben. Dus de dagelijkse standaard, de post online, Breitbart, Fox News, alles buiten mijn eigen bubbel. En ik word er ongelooflijk opgewonden van, in de negatieve zin van het woord. Ook omdat ik merk, ook de discussies erover van de Marokkanen en de islam is de schuld van alles. Ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Ook omdat ik merk aan hoe er gesproken wordt en welke artikelen en welk nieuws daar gedeeld wordt. Het is pure emotie, het is pure retorica. En wat, ik weet niet meer wie dat zei, ik denk Abel Hersberg... Het maakt niet uit met welke redelijke argumenten je een overtuigd antisemiet toetreedt. Die zal altijd wel een tegenovergesteld argument vinden om de Joden te kunnen haten. Dus
De Joden zijn arme ratten die onze uitkeringen afpakken. Ze moeten uitgeroeid worden. Of de Roden zijn vuile kapitalisten die al het geld hebben. En nee, goed, dus dat maakt niet, de redelijkheid maakt er niet uit. Ik weet niet wat ik daar tegenover kan stellen. Ik denk dat redelijkheid vaak niet helpt. Ik denk dat informatie vaak niet helpt. Ik denk dat het een emotioneel probleem is, om het op zijn psychoanalytisch te zeggen. ik weet dus ook niet wat je daartegen moet doen. Ik zie dat je boos bent. Dat zou ik al kwaad worden. Zou ik dat toch? Ja, Ik zie dat je boos bent. Ik merk een soort machteloosheid bij u, een gevoel van machteloosheid. Ja. Hoe voelt dat? Zullen we het daar samen over hebben en eens naar kijken? Maar als je dat bij mij zou doen, zou ik woedend worden. Ja, tuurlijk. Als een geval behandeld. Ja, tuurlijk. Het is ook niet... Ik zal dat ook nooit als comment onder zo'n ding zetten, maar zou ik niet meer slapen. Ik zit ook die sites te volgen. Ah, okay. En ik heb precies hetzelfde gevoel als jij. Ja. Ik weet niet wat ik daar tegenin moet zeggen. Woning is het vaak op een bepaalde manier geestig. Het is meestal heel plat en flauw geestig, maar soms is het ook op een afschuwelijke manier toch. Hè? Kopvodden is goed bedacht. Dobberneger is weerzinwekkend, maar goed bedacht. En dat was vroeger niet zo. Vroeger waren het zulthoofden. En nu zitten een paar slimmere mensen daar. En die slimmere mensen nemen heel veel over van wat mijn generatie in de jaren 60, 70 bedacht. Ja. De ironie bijvoorbeeld. En wat ik zie hier nu mevrouw Nagel, die een boek daarover, een heel goed boek trouwens, over geschreven heeft. Ik kom zo op de titel, maar ze heet N-A-G-L-E. Angela Nagel. Ja. Ja. Heel erg goed. En die zegt: transgressie is iets wat door links aan één stuk door verheerlijkt is. De macht Maria in een fles met urine of een van mest gekneden Christus. Goed, leuk bedacht. Moet meteen in het stedelijk. En dat krijg je op je brood. De idealisering van de transgressie voor de transgressie. Ja, dat is iets wat ik heel serieus moet nemen, want daar kom ik vandaan. Dus heel veel van de retorische figuren, technieken. En ook dat rebel without a cause hadden wij bedacht. En nou doen zij het. Maar wat kun je daar tegenover zetten? Want dit is echt een hele belangrijke vraag. De inderdaad. Platbed. Dat werd er tegenover. Dat weet ik niet goed. Nee, in die Atlantic verscheen een paar maanden geleden een voorpublicatie uit Fantasyland. Van een Amerikaanse schrijver. En dat gaat onder andere hoe Trump is voortgekomen uit de linkse intellectuelen van de jaren 60 en 70. Die zeggen: waarheid bestaat niet, schoonheid bestaat niet, het goede bestaat niet. Dat zijn allemaal sociale ficties. Ja. Daar plukt hij nu de vruchten van, in zekere zin. Ja. Onder andere hij. Ja. Ik weet niet, ik moet denken weer aan de woorden van Abel Hertzberg. We leven in een morele orde. Misschien moeten we het gesprek terugbuigen naar dat besef. Dat we een morele orde delen en maken met elkaar. 20 jaar geleden in deze zaal, als jij had, wat je niet gezegd zou hebben, morele orde en gesprek. Ja, daar hadden we gedacht, het Oosterhuis, de gezeur. Ja. Ik denk dat we naar de zaal moeten, ook al is het gesprek nog niet af. Maar Angela Nagel is hier 12 november. Oh ja? Dus dan kunt u allemaal ook weer komen en verder praten als u dat wilt. Ja, het is een heel goed boek. Zijn er vragen? Ja, ik dacht al heel even, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar hier zo aan de rechterkant. Oh, wacht, ogenblik, er komt een microfoon naar u toe en mijn collega houdt die vast. Dat is een regel heeft hier. Heeft Huub Oosterhuis het dan goed gezien? Wou ik vragen aan meneer de Zwaan. Nee. Heeft Huub Oosterhuis 20 jaar geleden, zou hij het dan goed gezien hebben misschien? Misschien, maar het punt is dat wij dan zaten te lachen. Dat vonden we flauwekul.
En achteraf denk je, ja, maar we waren bezig de takken, onze eigen, de tak waarop we zaten, af te zagen. En Oosterhuis zat wel op die tak. En nu is er een soort frivol nihilisme waarvan wij zelf, mijn generatie links, de aanstichters zijn geweest. Maar het ging altijd vanuit de gedachte, je hoefde niet uit te leggen wat de morele basis was. Dat was namelijk een bepaald soort humanisme en democratie, maar daar ging je niet over zeuren. Dus zelfs dat nihilisme was niet echt gemeend. En die transgressie was niet echt gemeend. Maar met christenen kon je doen wat je wilde, want die sloegen toch niet terug. Het keert een andere wang toe. Precies. Ik heb daar in de hoek een vraag. Het is een vraag. Ik weet dat het een vraag is. Maar ik moet hem heel veel kort inleiden. Het komt namelijk bij het einde van Bo's verhaal, waar het eigenlijk ging over de omstandigheden die maken of iemand tot kwade daden eigenlijk komt. En wat dan zeg maar de omstandigheden zijn en hoe iemand helemaal in die omstandigheden opgegroeid moet worden. En ik begrijp goed dat dit een gevaarlijke vraag kan zijn, maar het is meer omdat we het ook over het kwaad nu hebben. En de laatste paar jaar heb je steeds meer mensen die zeggen dat jihadisme of radicale islam dat het kwaad is. Of als je kijkt naar de jongens die allemaal afreizen naar Syrië en naar IS. En ik zou echt graag willen weten om eigenlijk vanuit het gesprek wat we nu hebben en dat het eigenlijk men steeds over het kwaad heeft, wat voor omstandigheden zijn er daar waarin dat soort jongens opgroeien, waardoor dit soort kwade daden komen? En dat gaat niet over radicalisering, want dat is natuurlijk ook over gezegd. Maar ik probeer het juist binnen het gesprek waar we het nu net over hadden. Omdat je zou kunnen zeggen dat in de Arabische wereld bijvoorbeeld er veel onkunde bestaat, of misschien veel haat kan bestaan jegens andere kolonialiserende landen of dat soort dingen. Maar vanuit dat kader ben ik eigenlijk benieuwd wat die omstandigheden dan zijn. Ik hoop dat jullie mijn vraag snappen. Wat omstandigheden van wat zijn? Waaronder dat soort jongens waarvan we eigenlijk zeggen dat het gewone jongens zijn. Mm-hmm. Syriëgangers. Syriëgangers. Ja. Mm. En we noemen dat dan toch het kwaad nu. Of in ieder geval, dat zien we nu als een van de meest duidelijke manifestaties van het kwaad. Dat is een vraag van jou. Dat is waar. Het was ons aan ons alle drie, hoor. Oh, sorry. Ik hoef het niet iemand. Ja. Nee. Het zijn die Syriërs, zijn dus jongens die echt op eigen initiatief of met een klein clubje iets heel bijzonders ondernemen. Dus dat zijn niet mensen die voor een nummer moeten opkomen. Dus dan moet je heel goed kijken naar niet alleen naar de uitzonderlijke omstandigheden, maar toch ook naar de predispositie, hun voorgeschiedenis. En ja, daar zijn vermoedens over. Maar ik zou toch proberen te kijken naar wat hun geschiedenis is. Hun persoonlijke. Ja, maar we kunnen toch ook niet uit het oog verliezen dat het wel jongens zijn die opgroeien, in sociaal-economische omstandigheden die niet behoren tot de beste waarin je kunt opgroeien. Die riant vergeleken met Marokko of met Syrië. Ja, maar is dat een eerlijke vergelijking? Nee. Ik denk dat er is ook wel bekend dat er geronseld wordt. En als ze eenmaal daar zijn, volgt natuurlijk een traject van hevige indoctrinatie. Ja, ik niet dat ik het opneem voor Syriëgangers, maar ik denk dat er zoveel complexe factoren in het spel zijn. In dit voorbeeld dat. Wilde ik nog maar even erbij benoemen. Ik moet alles uit mijn geleerde duim zuigen. Ik zeg geleerd, omdat het is niet zomaar willekeurig. Ik heb redenen om te zeggen, maar ik heb geen empirische evidentie. Maar één mechanisme ken ik goed. En dat heette vroeger links passeren. Mijn ouders die waren nette linkse mensen. En dan, in mijn geval, ik ga er niet zo op, maar heel veel zag je dat. Dan ging die generatie van jaren 60 studenten,
Die werden opeens veel links dan hun ouders. Ja, je bent toch zo'n sociaaldemocraat? Nou, mooi is dat wat die Den Uyl allemaal flikt. Eindelijk, wij zijn de echte socialisten. En dan was je holier than your parents. Nou, dat herken ik heel goed in een aantal van die jonge... hele moslimfanaten. Van je dacht toch dat ik scheurde met een Vespa en dat ik stikjes rookte? Nou, niet meer. Jullie halfzachte namaak moslims. Ik ben een echte moslim. Dat doet me heel erg denken aan wat mijn generatie deed met links. He, dus passeren ze aan de orthodoxe kant. Dat is één mechanisme. En vaak zijn het ook jongens die een beetje een slechte jongensverleden hadden. En in de literatuur over daar hebben we het niet over gehad, maar over individuele geweldsmisdadigers. Daar komt eigenlijk altijd terug dat bijna alle individuele geweldsmisdadigers hebben zelf een geschiedenis van heel erg vernederd en vaak ook mishandeld zijn. En een hele angstige jeugd gehad te hebben. En dat is nu afgelopen, want nu heb ik zulke spieren en een revolver en niemand flikt mij dat meer. Maar nu hebben we het over individuele geweldsmisdadigers. Deze jongens die gaan alleen of in een hele kleine gezelschap naar een situatie waarvan ze al weten dat die uiterst gewelddadig is. Dat zoeken ze op en dat weten ze. En het kan zinvol zijn om de hele uitgebreide literatuur over individuele geweldsmisdadigers daarbij te halen. Omdat veel bekend is van die jongens. Die zitten netjes in de gevangenis, dus je kan een psychiater eindeloos mee praten. En in hun proces is vaak hun voorgeschiedenis uitgezocht. En dat mist bijna nooit. Schaamte, vernedering en mishandeling. En dat zal ze nooit meer gebeuren. James Gilligan, Thomas Sheff, er is nogal wat over. Dat is dus heel anders dan mensen die in hele grote systemen missen. Maar deze mensen zitten daartussenin. Ik heb nog één laatste vraag daar, die meneer helemaal achterin rechts. Oh, mijn collega houdt de microfoon vast. Ja. Ik vroeg nog, meneer De Zwaan refereerde er al aan. We hebben het vanavond over het proces Eichmann. En we hebben niet volgens mij zo'n avond gehad over bijvoorbeeld Arthur Harris. Hè? De architect van de bombardementen op Duitsland in de oorlog. Misschien wel een beetje. Bomber Harris. Ja. Bomber Harris. En naar mijn gevoel refereerde dat een beetje dat we het graag hebben over het kwaad bij de vijand. En wat minder graag met van soortgelijke processen van onszelf. Ziet u dat ook zo en wat zouden we eraan kunnen doen? Bomber Harris, ja. Nou, ik heb wel vaak, we hebben een blinde vlek als Westerlingen voor luchtbombardementen van civiele bevolkingen. Om de eenvoudige reden dat dat is vooral toegepast door Westerse machten. En met enorm succes. Daarmee is Japan op de knieën gekregen. Er was een atoombom bij trouwens, hè. Er waren massale bombardementen op Duitsland, waarvan overigens de vraag is of ze iets hebben bijgedragen aan de nederlaag van Duitsland, of dat ze eigenlijk vrij zinloos waren. Maar in ieder geval, het hoorde bij die daverende overwinning op dat satanisch regime. En dus ik heb ook geen gevoel daarbij. Ik kan dat wel in mezelf proberen. Daarom noem ik het een blinde vlek. We denken dat ons dat gered heeft. We denken dat die nazi's dat verdiend hadden. Maar al die inwoners van sociaal-democratisch Hamburg of Berlijn, die hadden dat. Waarom zouden die dat verdiend hebben, of van Dresden? Dus we zijn slecht geoefend om daar goed over na te denken. Ik vind ook heel terecht dat u het opbrengt. We zijn ook slecht geoefend om na te denken over Indonesië. Daar zijn we gewoon niet goed in. En nu gaan we opeens Molukse knilmilitairen op hun 90ste onderscheidingen geven, na 70 jaar. Terwijl toen ik voorstelde om eens een paar van die veteranen uit Indonesië te vervolgen wegens oorlogsmisdaden, wist de NRC meteen dat het daar veel te laat voor was. Maar als je een medaille op je borst kunt krijgen, kan je ook voor je rechter staan. Ah,
Abraham de Zwaan, Miriam Rajbo-Tarenskeen, heel erg bedankt voor dit gesprek. U ook bedankt. En ik hoop u binnenkort in de balie te zien. En anders hopelijk in elk geval volgend jaar op het 6e Harry Mulisch Festival. Dank u wel. APPLAUS